1 mei is ons feest van de arbeid. Het is onze strijddag van alle arbeiders die wereldwijd vechten voor hun rechtvaardig deel van de koek. Ook al klinkt het vandaag misschien wat albollig, toch is die strijd meer dan actueel. Er worden wereldwijd tenslotte nog miljoenen arbeiders uitgebuit en tegen elkaar uitgespeeld. Ook dichter bij huis is onze strijd meer dan nodig. Want ook in dit land zijn de minimumlonen vaak veel te laag. Ook in dit land vechten de arbeiders tegen de onrechtvaardige wet van 96 en voor vrije loonsonderhandelingen. Vrije loonsonderhandelingen, dat betekent meer dan alleen loonkameraden. Dat betekent ook dat we werkgevers voor hun verantwoordelijkheid plaatsen als het gaat over een hogere onkostvergoeding. Mensen moeten vandaag bijleggen om te mogen gaan werken. Vrije loonsonderhandelingen, dat betekent natuurlijk dat we ook voorkomen dat kinderen vandaag in kinderarbeid geduwd worden om werkgevers meer winst te laten maken. Dat zijn vrije loonsonderhandelingen voor ons. Dat is meer dan alleen loon, dat zijn ook de arbeidsomstandigheden. En die gedrevenheid om samen te strijden voor wat ons rechtmatig toekomt, is al altijd de drijfveer geweest van ons syndicalisten. Als jong manneke stapte ik mee op met de toenmalige minister Eddy Baldewijns, van wat toen nog de BSP was. We liepen samen, de partij, de vakbond en de mutualiteit, schouder aan schouder, om de rechten van de arbeiders te verdedigen. Die strijd, dat gevoel van samenhorigheid, dat was en is solidariteit. Vanuit de buik, maar vooral ook vanuit het hart. Dat is waar 1 mei voor mij voor staat. Daarom zijn we samen van de partij op 1 mei.